Tot zover het overzicht van het belangrijkste regionale nieuws in de media vandaag. Dan is het nu tijd voor ons eerste onderwerp. In de Rotterdamse wijk Krooswijk is de afgelopen decennia veel veranderd. Dat heeft de geboren en getogen Krooswijker Ton Gene van dichtbij meegemaakt. En via nostalgische verhalen en filmreportages wil hij de arbeiderswijk weer doen herleven. Die verhalen en reportages staan op de website eenkrooswijkervertel.nl. En daar gaan we nu met hem over praten, want Ton Gene is bij ons te gast vandaag. Welkom. Eenkrooswijkervertel.nl. Ja. Wie verzint er nou zo'n naam? Een Krooswijker. Waarom die? Een Krooswijker vertel. Een taalkundig klopt het niet, maar het rijmt wel. Ja, .nl rijmt. Wat vinden we op die site? Ik ben begonnen met nostalgisch nieuws. En het is een beetje uit de hand gelopen. En nu ben ik ook met het allerlaatste nieuws van Krooswijk bezig. Want er was ook vraag naar. Want de krant, daar kijkt haast niemand meer naar. Het is allemaal internet geworden. En het gaat hoofdzakelijk toch om het verhaal van Krooswijk weer te laten doen herleven. Ja. Want Krooswijk is zo langzamerhand aan het doodgaan. Ja, welke veranderingen hebt u zelf in de loop der jaren meegemaakt? Hè? Want het eerste verhaal was uw eigen verhaal natuurlijk. Mijn eigen verhaal is dat intussen mijn huis gesloopt is. Het geboortehuis van mijn vrouw. Ja. En heel die wijk die ligt zo'n beetje plat. Het nieuwe Krooswijk. Er zijn 300 woningen gesloopt. En daar wil de woonbron die wil daar middenklasse woningen gaan maken. Maar die zijn niet te betalen voor de normale Krooswijker. Ja. Maar als u zelf alle jaren dat u het nu volgt kijkt, wat zijn de belangrijkste stappen? De sloop van die woningen noemt u. Maar er zitten denk ik al wel eerdere stappen in die vermeldenswaardig zijn. Ja, dan moet je heel teruggaan waar ik dan naartoe wil. Dus dat is de Heineken's weggegaan naar Krooswijk. Ja. Jamin, wij zeggen Sjamin. Ja. Die is weggegaan. De Veemarkt is weggegaan. Tel maar op. Dat zijn natuurlijk een heleboel mensen. Het is een arbeiderswijk. En ja, veel werkeloosheid. En veel allochtonen natuurlijk. Want het is, 60-70% al langzamerhand aan het worden. Ja, wat betekent dat voor de sociale samenhang in die wijk? Wat is er nou in de loop? Ja, die gaat achteruit. Ja, leg eens aan. De allochtonen is niet zo sociaal opgevoed. Misschien wel daar waar ze vandaan komen, wel onder elkaar. Maar dat... Ja, ze passen er toch niet zo aan. Nou, laten we zeggen, de contacten zijn in elk geval minder geworden. En nou heeft u, ja? Was vroeger veel beter. Ja, nou heeft u de website eenkrooswijkervertel.nl opgezet. Wat was uw bedoeling daarmee? Wat wilde u daarmee bereiken? Het verhaal van Krooswijk doen herleven. Ik heb een jaar lang bij een wijktelevisie gewerkt. En daar wilden ze eigenlijk toch weer de kant van Rijnmond heen. Ja, dus ze hadden liever Sabine Stark of het Dunia Festival. En ik wilde toch de verhalen van de oud-Krooswijker hebben. Ja, en dat botste een beetje. Ik was de enigste vrijwilliger, de enigste echte Krooswijker, geborgen. Ja. En ja, op een bepaald moment, Krooswijker moet je niet in de maling nemen. Ja. Er vallen er wel eens af en toe harde woorden. Ja. En ja, dan trek je de deur achter je dicht. Nou, wat is dan het verschil tussen wat zij wilde en wat u wilde? Kunt u dat eens toelichten? Ja, ik wilde die verhaal doen laten herleven. En ja, dat dus meer dat de daar vraag naar is. Meer de historie. Ja, ja, want ik bestaat nu 4 maanden met deze website. En ja, het voorziet gewoon in een behoefte. Ja. En Celia Krooswijk, dat gaat langzamerhand achteruit, heb ik het vermoeden. Nou, dat is jammer. Ja, u zegt verhalen. Kunt u eens vertellen wat we op die site aantreffen? Want het is natuurlijk niet alleen tekst. Nee, film. Ik maak natuurlijk ook veel items. En dat zijn allemaal filmpjes van 5-6 minuten. En dan ga ik naar de Krooswijker toe en die laat ik dan vertellen wat hij vroeger heeft meegemaakt. En dat ondersteun ik dan de foto's die ik van een bevriende journalist krijg. Die rechten heb ik daarvan gekregen om die te gebruiken. Dat is Leen van Vreewijk, pseudoniem. En die heeft ook een eigen website, Krooswijker van Toen. Ja. En dan wat er nog meer komt er iets achter. Maar als je tikt op Google Krooswijker van Toen, kom je wel op zijn website. Nou, er zijn nog wat aanbieders op die Krooswijk. Ja, inderdaad. Maar ze helpen me allemaal. Ja, en u doet nu ook, zei u net, het actuele nieuws. De verhalen van vandaag. Ook, daar kwam op een bepaald moment kwam dat erbij. Het is nu al langzamerhand een uit de hand gelopen hobby. Ja. En ik doe het allemaal alleen. Al bekende namen voor de camera en op de site gehad. Ja, inderdaad. Bij Sinea Krooswijk heb ik minister Van der Laan geïnterviewd. En vorige week heb ik burgemeester Abu Talib heb ik gefilmd. Terwijl hij voorlas bij de Pierre Bijl school in Krooswijk. Ja, is het nou zo dat u zelf al die verhalen aandraagt? Of krijgt u ook dingen aangeleverd vanuit Krooswijk? Aangeleverd, ja. Maar het meeste doe ik zelf. En dat is een beetje detectieve werk. En dan ga je van het een ga je naar het andere toe.
En dan ga ik het zijn meestal Krooswijkers die buiten de stad wonen. Maar de leuze is eens een Krooswijker, altijd een Krooswijker. Ja. En dan, ja, dan ga ik daar een item opnemen. Ja, maar je zou toch zeggen, als mensen die site zien en er schieten hun zelf verhalen te binnen, dan zullen ze zich wel melden. En dan komt er ook wel veel uw kant op. Ja, maar dan kom ik toch weer met een verhaal van, ja, als de berg niet naar Mohammed komt, dan moet Mohammed naar de berg. Ja. U zei daarnet, hebben we het goed bekeken. Kunt u dat een beetje concreet maken over hoeveel? Ja, ik bestaat nu haast 4 maanden. Ja. En ik heb al meer dan 3000 bezoekers. En die hebben meer dan 130.000 hits gemaakt. Ja, dat zijn 3000 vaste bezoekers die regelmatig terugkomen. Ja, dus gemiddeld 40 per dag. En die komen allemaal uit Krooswijk? Dat neem ik aan. Dat kan ik natuurlijk niet allemaal zien. Maar ik kan wel een hoop dingen zien op de statistieken. Ja. En zelfs 21 landen die bekijken ook naar mijn website. Ja, dus niet allemaal uit Krooswijk. Niet Krooswijkers die uitgevlogen zijn. Ook mensen uit het oude noorden, dus van Rotterdam. Ja. Er is een meneer in Nieuw-Zeeland waar ik regelmatig contact mee heb via e-mail. En die vraagt dan ook oude foto's. Nou, die stuur ik hem dan wel op. Ja. En dan, ja, en uit Canada. Volgens mij kunt u er nog heel lang over praten. Vanuit 21 landen en vanuit andere deelgemeenten wordt die goed bekeken. Een Krooswijkervertel.nl. Heel erg bedankt.